Dit zijn de twee zussen Dimfna en Desiree. Ze zijn de twee jongsten uit een gezin van 4 kinderen. Ondanks hun leeftijdsverschil van 11 jaar en het feit dat ze ver van elkaar wonen, zijn ze heel erg close. Wij weten alles van elkaar. Van vroeger, van nu, kinderen, echtgenoten. Echt, alles wordt besproken. Dus niet alleen je zus, maar ook je allerbeste vriendin. Vandaag zoek ik Desiree thuis op in Amersfoort. Ze wil haar jongere zusje Dimfna bedanken omdat zij de zorg voor hun zieke vader vrijwel in haar eentje op zich heeft genomen. Noem er ook Dimfna? Of Dim, Dim. Oh, Dim. Ja. Maar heb je ook nog oudere broers en zus? Ja, ik heb nog een 10 jaar oudere zus en een 7 jaar oudere broer. Oh, het is mooi gespreid in de familie. Ja, het vierde kindje was in één keer oeps, maar we zijn nu al wel oud. Dim was een oeps? Die was een oeps, ja. Ja. Wat is Dim voor een vrouw? Wat is dat voor een zus voor je? Dimfna is 200%. Ja, is dat zo? Ja. Tomeloze energie? Ja. Soms denk je wel eens van, ik word er helemaal moe van. Maar op het moment dat ze er niet is, dan wil je ze. Dimfna is het nakomertje van het gezin en groeit grotendeels als enig kind thuis op. Met haar vader is ze twee handen op één buik. Mijn vader was mijn held. En niemand was gewoon zo sterk als mijn vader. Maar dat gevoel heb ik altijd wel gehad bij hem. Hij was ook zo sterk. De band tussen Dimfna en haar vader werd nog sterker toen hun moeder plotseling aan kanker kwam te overlijden. De toen 21-jarige Dimfna woont dan samen met haar vriend. En vanaf dat moment wordt haar vader bij hen kind aan huis. Mijn moeder is 19 jaar geleden al overleden. Doordat mijn moeder overleed, was mijn vader zo oké, mijn vrouw is overleden. Dan is nu nog de kinderen. Als Dimfna thuis kwam van het werk, kinderen ophalen bij kinderdagverblijf, en dan kwam ze thuis. En zat mijn vader daar te wachten. Oké, knopje, koffiezetapparaat aan, aardappel al geschild in de pan. Dat was mijn vader. En dan even vissen met de kinderen, even vissen met de man van Dimfna. Ja. En dat was hij gelukkig. Hij maakte eigenlijk een beetje deel uit van dat gezin. Hij maakte heel erg deel uit van het gezin, ja. En daar vond ik ook natuurlijk heel fijn dat mijn zwager daar zo easygoing in was. Mm-hmm. Want hij had ook wel eens kunnen zeggen, zo is je vader er alweer. Nee, altijd was het goed. Het verdriet voor Dimfna is groot wanneer op een dag aan die overzichtelijke situatie een einde komt als pa de ziekte van Alzheimer blijkt te hebben. Het is onverantwoord als hij thuis blijft wonen en daarom moet hij noodgedwongen naar een verpleegtehuis. Dan heb je heel je leven geleefd om te eindigen op een gang die is afgesloten. Ja, dat vind ik nog steeds heel, heel erg. Want voor mijn gevoel heb ik dat gedaan.